Wat leuk dat je kijkt naar dit kanaal. Ik wil het hebben over het allereerste kerstverhaal en een stuk herontdekking teweegbrengen bij je. De waarschijnlijkheid zal wel heel groot zijn hè? dat heel wat mensen van jullie het kerstverhaal kennen. Ik herinner mezelf de sfeervolle verhalen die leerkrachten op de lagere school, op de basisschool, mij daarover vertelden. En daar hoorde alles bij wat erbij moest: Jezus moest in een kribben. Een stalletje, Maria, Jozef, een ezel, een os, schapen, herders, wat hebben we nog meer nodig? Drie koningen, kameel, een ster. En thuis bouwde mijn vader samen met ons alles getrouw na. Jong als we waren, zorgde dat voor ons kinderen steeds voor het nodige enthousiasme. De kerststal die werd van de donkere zolder gehaald en in het licht van de woonkamer opgebouwd. Nu, regelmatig speelden mijn broer en ik zelf dat kerstverhaal. En ook na, als we uit school kwamen, dan pakten we die figuurtjes en begonnen te spelen. En gewoon voor het bijzondere ervan, was dat gewoon leuk. Omdat mijn ouders die kerst al maar één maand in de woonkamer hadden staan. En het verhaal speelden we natuurlijk ook traditioneel na, maar ook wel een beetje op onze manier. Maar vaak traditioneel, zoals de juffrouws en de meesters, de juffen en de meesters ons het op school hadden verteld. Maar wat er werkelijk gebeurde tijdens het eerste kerstverhaal, dat wisten we niet. Luca's 2 was ons onbekend. En zelfs vandaag is het niet eenvoudig om de Bijbeltekst over het kerstverhaal onbevangen te lezen. Ik ga dat proberen. Ik ga dat proberen te doen. Ik ga jou proberen te laten herontdekken wat het eerste kerstverhaal ons vertelt. Luca's 1 en 2, daar vinden we een afgebakend geheel. Dat door een tijdsprong in Lucas 3, vers 1 wordt afgewisseld. In het totaal beschrijft Lucas in die eerste twee hoofdstukken tien gebeurtenissen. Even voor het overzicht, vijf van die gebeurtenissen die gaan over situaties voor de geboorte, dat is Lucas 1. En vijf daarvan gaan over gebeurtenissen die volgen op die geboorte. Nu, graag richt ik me op de gebeurtenissen van Lucas hoofdstuk 2, vers 1 tot 39. Dat hoofdstuk, Lucas 2, bestaat uit drie delen. En die zijn allemaal geïntroduceerd met het gebeurde. Daar beginnen ze mee, vers 1, 6 en 15. En we gaan die drie delen een stukje behandelen. Goed? Nu, de gebeurtenis van de openbaring aan de herders die staat daar heel centraal in het midden. Als eerste reizen Maria en Jozef naar Bethlehem. En Lucas noemt heel graag concrete gegevens uit het Romeinse Rijk. De geboorte van Jezus die gebeurt in de aanwijsbare tijd en ruimte van de wereldgeschiedenis. God grijpt in in deze geschiedenis en hij zorgt dat zijn zoon in Bethlehem wordt geboren. Nu, vele zagen in die dagen uit naar de komst van de Messias. Keizer Augustus, zijn naam betekent trouwens de verhevene, Octavianus, die bepaalde dat het hele keizerrijk moest worden ingeschreven. Dat gebeurde vooral om belastingen te regelen. En iedereen was dan verplicht om aangifte te doen. Nu, zulke inschrijvingen die komen wel vaker voor bij de Romeinen. En rond de geboortetijd van Jezus vonden ze in 8 en 6 voor Christus plaats. En doordat de praktische uitvoering daarvan nogal wat beslag in tijd neemt, als overheidsinstantie, snap je, is het mogelijk dat die afkondiging al in 8 voor Christus gebeurde. Nu, In het verleden vonden velen de vermelding over Quirinius in Lucas 2 vers 2 niet betrouwbaar. Centius Saturnius, dat was de stadhouder van Syrië van 9 tot 6 voor Christus en Quinctilius Varus was dat van 6 tot 4 voor Christus. Er is geen plaats voor Quirinius. En Flavius Josephus die vermeldt Quirinius stadhouderschap zelfs na de dood van Herodes, in het tiende en laatste jaar van de tetraag Achillaus, een 6 na Christus, de zoon van Herodes. Hij was als rechter over de natie gezonden door Caesar om een schatting van hun bezittingen te doen, zegt Flavius. Nu, het is mogelijk dat Flavius, Josephus, met de laatste op de inschrijving in handelingen 5, vers 37, doet. Maar Lucas, de schrijver van het evangelie, die kent zijn wereld te goed om vergissingen te begaan. En in het Grieks gebruikt hij dan ook in Lucas 2 vers 2 een afwijkende dateringsmethode. En normaal wijst hij er immers op eh, op de persoon die het ambt uitvoert. En, en dat doet hij nu niet in Lucas 2 vers 2. Het antwoord is namelijk omdat Quirinius twee keer stadhouder van Syrië was. Het was. Hij was dan voor het eerst protos stadhouder tot de dood van Herodes en kwam in de tijd van Handelingen 5 opnieuw aan de macht. En dus door nadruk te leggen op voor het eerst, vermijdt Lucas dat zijn lezers de twee inschrijvingen, Lucas 2, handelingen 5, met elkaar gaan verwarren. Nu, door die oproep van keizer Augustus trekt elke inwoner naar zijn geboorteplaats om zich daar te laten inschrijven en belasting te betalen. Waarschijnlijk. Jozef maakt met zijn zwangere Maria een lange reis naar Bethlehem. Dat kan best wel een zware reis zijn hè? voor een zwangere vrouw, vergeet dat niet. Op dat moment zijn ze ook nog niet gehuwd, want ze zijn in ondertrouw. Wanneer hun huwelijk precies plaatsvond, blijft ook onbekend in de evangeliën. Vervolgens spreekt Lucas over een openbaring in het veld. In Bethlehem is Maria namelijk uitgeteld. En in de stad van David moet dus haar kind nu geboren worden. Ja, die gebeurtenis die verandert de wereldgeschiedenis op drastische wijze. Jezus is geboren in een ja, tamelijk achteraf gelegen straatje hoor, van een klein bergdorpje in het Romeinse Rijk. Die geboorte heeft weinig overeenkomsten met de sfeervolle afbeeldingen op kerstkaarten, het is onopgesmukt en sober. Alles in dat kerstverhaal van Lucas ademt de sfeer van gewoonheid en eenvoud. Er volgen ook geen details. De messias kwam als arme bedelaar in deze wereld. En Maria die bevalt dus in een geïmproviseerd vertrek. Ze wikkelde haar zoon in de gebruikelijke winselen van die tijd, staat er in Lucas 2, vers 7. En vervolgens legt ze hem in een kistje, farnee. Zegt het Grieks. En daarbij kan het dus gaan om een kistje om brood of ander voedsel in te bewaren. Dat het dus een voederbak voor dieren is, is minder noodzakelijk. Jezus komt dan niet als voer voor dieren, maar als brood in een brooddoosje, brooddoos voor de mensen. Ook de plaats waar zich dit afspeelde is trouwens bijzonder. Kan je weer wat lastig vallen met Grieks. Maar het Griekse katalima, dat wijst op een binnenvertrek. En dat wordt ook later gebruikt voor binnenvertrekken. En voor dat binnenvertrek gebruikt Lucas opvallend een andere term dan voor herberg. Meestal denken we aan herberg bij het kerstverhaal. Maar dat gebruikt hij niet hier, maar gebruikt hij wel in Lucas 10 bijvoorbeeld. Kort voor de leidensweek, ik spring even naar voren, maakt Jezus opnieuw gebruik van zulk een binnenvertrek. Zo'n katalima. Waarom? Hij gaat al zijn laatste avondmaal vieren. Lucas 22, hetzelfde woord. Het gaat dus veel eer om een binnenvertrek: een binnenvertrek bij familieleden. Maar zo'n binnenvertrek biedt eigenlijk weinig mogelijkheden om een geboorte uit te voeren. Ik bedoel, je zit dan met mensen in de woonkamer. Daar komt nog een keer bij dat een vrouw die bevalt volgens de toren onrein is. En de Bijbeltekst dwingt er dus niet toe om te denken dat dit een herberg was die toevallig volgeboekt was. Of dat Jozef en Maria als Galileërs gediscrimineerd werden. Al dat soort dingen kom ik allemaal te horen bij kerstpreken. Nee, Jozef en Maria, je moet gewoon vanwege praktische redenen uitwijken. Sommige van de kerkvaders die schrijven dat Jezus in een grot nabij het binnenvertrek werd geboren. En de traditie, die lokaliseert de grot achter het binnenvertrek. En in die grotten konden mensen wonen, voor alle duidelijkheid. Konden ook dieren verblijven. Dus dat was deel van het huis, die grot. Nu, de dieren die waren vermoedelijk op het veld. En de oos en de ezel, die trouwens in onze kribben stonden, die kwamen pas door de antisemitische opvattingen in de kerststel terecht. Vanuit Jezaja 1, daar heb ik meer over gezegd. In mijn reeks over Israël trouwens, daar vind je daar meer informatie over. Vervolgens gaat de aandacht van Lucas in dat geboten verhaal meteen naar de herders. De manier waarop Jezus over herders in zijn parabel spreekt, wijst erop dat de mensen destijds helemaal niet achterdochtig tegenover herders stonden. De herders die waren s nachts wakker en die waakten over de kudde in de nachtploeg. En dat maakt hen beschikbaar tijdens de nachtelijke uren. En God kiest hen zo. Om de eerste getuige te zijn van Christus' geboorte. Nu, die herders die schrokken heftig bij de verschijning van ja, die plotselinge hemelse boodschapper. Lucas 2, vers 9. En de engel die schitterde met de heerlijkheid van God in de schaduwen van de nacht, staat er. En een aankondiging van grote blijdschap over de opperherder, die Heer Jezus, komt dan tot die herders. En die blijdschap. Voor het hele volk. Dus eenvoudige mensen, herders, ontvangen dus in het bezig zijn met alledaagse zaken de blijde, de blijde boodschap. De engel die verkondigt dat een heiland of bevrijder geboren is. Nu, het gemis van het lidwoord bij heiland laat natuurlijk al spoedig beseffen dat het om de Messias gaat. Het gaat letterlijk om Christus Heer. Een gezalfde heer zou je dat ook kunnen vertalen. Die joden later een gezalfde koning noemen. De haders die krijgen instructies. Die krijgen instructies om het kind te identificeren. Tussen alle andere kinderen die geboren zijn. Dit zal voor u het teken zijn. U zult een kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kistje. Kistje kun je vertalen met voederbak of met eh, brooddoos. Een kind gewikkeld in doeken was normaal. Een kind in een kribbe is niet normaal. Ja, dus dat merkwaardige kistje wordt het teken om het kind te vinden. Dus tegenover de glorierijke aankondiging van de engelen staat de kaalheid van de geboorte. Nu bij deze verkondiging reageert de hemel. Engelen in de nacht die openen een aanbidding die Gods volk later zal overnemen en nooit meer laat eindigen. Ze zeggen, niet zingen, maar zeggen, heerlijkheid in de hoogste hemelen. Aan God op aarde vrede, in mensen welbehagen. Nu in die lofprijs ontbreken de werkwoorden. De betekenis is dan aan God alle eer, vrede op een aarde en in mensen een goede wil. Dat herinnert aan het Onze Vader. En de latere verkondiging bij de intocht in Jeruzalem als de heer Jezus daar binnen gaat, in Lucas 19. Nu, nadat de herders de verkondiging van de Engels hebben gehoord, verlaten ze hun lammeren. Ze gaan weg bij de schapen en ze bezoeken het lam. Openbaring van God brengt mensen bij de Messias. Dat zie je trouwens continu terug in dat geboorteverhaal van Lucas. De herders ontdekken een kind in luiers in een kistje. En bijzondere verkondigen ze meteen in een omgeving, wat hen tot de eerste menselijke verkondigers in het Evangelie van Lucas maakt. Maria, de moeder van Jezus, die erkent de betekenis van al deze gebeurtenissen. En de engel Gabriel die zei haar dat het kind de troon van David kreeg. En nu stuurde een engel herders naar de stad van David. Dus Jozef en Maria die waren niet van plan geweest om naar Bethlehem te gaan, nee. Keizer Augustus drong er naartoe. En ze, Maria doorzag nu het plan dat erachter zat. God bestuurt de wereldgeschiedenis. Meer dan we vaak denken. Na de geboorte van Jezus volgen Jozef en Maria de instructies uit de Torah op. En die zijn: ten eerste de besnijdens van een zoon. Ten tweede het vrijkopen: het vrijkopen van de eerstgeborene. En ten derde de reiniging van de moeder. Er zijn drie dingen die moeten gebeuren. De besnijdenis, dat is het verbondsteken dat God met Abraham sloot. En Jezus kreeg de naam die God van tevoren aan de ouders doorgaf. Hij werd Yahweh Red genoemd. Een, een veelgebruikte naam in die tijd. Zoals Jan in onze tijd. God werd mens en hij heette Jezus. Dat lijkt niet zo schokkend. Maar wat te denken van God werd mens en hij heette Jan. Heel gebruikelijke naam. Een eerstgeboren zoon werd vervolgens na een maand, een maand na de geboorte aan God opgedragen of aan God voorgesteld. Hij werd door een offer teruggekocht. En daarop volgde de reiniging, de reiniging van de moeder. Veertig dagen na de geboorte van een zoon was de moeder ritueel onrein. Ze mocht dus niet in de tempel binnengaan. Aan het einde van die tijd bracht ze een offer. Jozef en Maria hadden heel weinig vermogen hoor. Die brachten tortelduiven. Die priester die zal, zal ze in ontvangst hebben genomen. En de weg naar de tempel was op dat moment voor Maria weer vrij. En meteen hierna vraagt Lucas, de evangelist, even, even in Lucas 2 onze aandacht voor een bijzondere man en een bijzondere vrouw: het gaat om Simeon en Anna in Jeruzalem. Simeon die wachtte op de Messias, de Geest die had hem beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Dus het is bijzonder trouwens, voor alle duidelijkheid, dat het niet de hoge priester of iemand anders in de tempel is die die goddelijke aanwijzing ontving. Nee, toen de Geest Simeon in de tempel bracht, nam hij dat kind in zijn armen en loofde hij God. Nu in die tempel is er ook een profetest, Anna. En als profetest wees zij het volk op God en zijn belofte. En ze komt uit de stam Asser, dat is één van de tien noordelijke stammen, mederover in een reeks over Israël. En met haar 84e jaar had Anna een nogal bewogen geschiedenis meegemaakt. En nu sprak ze meteen over de verlossing van Jeruzalem, bij het zien van Jezus. Dat is geweldig. Simeon en Anna zagen de bevrijding van deze schepping. Beide geloofden dat door dit kleine kind de kosmos werd gered, de duisternis zou verdwijnen. En het licht zou tevoorschijn komen. Ellende zou plaats maken voor vreugde. Smacht veranderen in blijdschap. Dat was de boodschap die de eerste kerst in de wereld bracht. En waar christenen nog steeds enorm dankbaar voor zijn.